Rond 11 uur werden de twee daders doodgeschoten door een speciaal interventieteam. Volgens Franse media was de priester zijn keel doorgesneden. Een ander slachtoffer is nog in leven. Wat we vertelde is dat de speciale terreureenheid van de Franse luchtmacht is ook niet zo heel bevreemdend, omdat IS de laatste tijd kerken als potentieel doelwit heeft aangewezen voor terroristische. Sinds de aanslag in Nice, amper twee weken geleden, is Frankrijk extra waakzaam. Het is, want Mohamed heeft geen papieren en geen ziekteverzekering en hij kan een tandarts niet betalen. Was het geleden dat u naar een tandarts bent gegaan eigenlijk? Meer dan 10 jaar geleden. Omdat mensen zonder papieren, daklozen en vluchtelingen tandzorg alsmaar uitstellen, gaat het vaak van kwaad naar Christien. Vaak zijn het heel onverzorgde monden, met grote abscessen, met afgebroken tanden, veel caries. Ja, er is wel echt wel wat werk aan de winkel. Met het mobiel tandartskabinet wil Dokters van de Wereld deze week 100 mensen helpen, zegt onze patiënt. Dokters van de Wereld pleit voor betaalbare tandzorg voor iedereen.